De eerste keer toen ik ben gaan stemmen was ik 32 jaar oud. Het was in 1987. Het was goed. Je werd van huis gezet, gehaald en weer teruggezet. Vrije, vrije vervoer, gratis vervoer. Maar nu gaat het niet zo. Je moet eigen vervoer hebben en tijd maken. Dan is het druk. Je moet de rij volgen. Vroeger was het echt niet zo druk. En ik zeg de jongeren: ze moeten massaal gaan stemmen. Denk aan jezelf. Steun het land. Ik zeg niet voor wie je moet stemmen, maar geef je stem. Dat is belangrijk, want dan doe je iets goed in het land. Als je iets wil bereiken, moet je stemmen. Blijf niet thuis. Doe je plicht.